Jullie zullen wel denken, joh, wie is die jongen die daar staat? He, wat doet die hier? Nou, ik ben jullie gastheer in opleiding. Ik zal de komende tijd sommige avonden mogen verzorgen. Ik zal me kort introduceren. Ik ben Wilco Kesterlo, 31 jaar, getrouwd met een prachtige vrouw, Renske. Geen foto bij me? Nee. Hè? Ook niet bij, nee. Had ik thuis gelaten. Ik zei, nou, het is vanavond al spannend. Hè? Laten we het de eerste avond gewoon zo houden. Ik kom zelf uit Veenendaal hier. Apeldoorn is maar alleen niet onbekend. Ik kwam hier vroeger ook al meerdere jaren. Altijd mooi om met z'n allen te mogen genieten van Gods heerlijkheid. En dat je ook gewoon als jongeren elkaar mag opzoeken. Helemaal in deze tijd. De tijd waarin je vaak al... ja, veel gebonden ben aan drukte, noem maar op. Ik vind het ook belangrijk, voordat ik hier begin, om te willen zeggen dat ook Jezus mijn verlosser en zaligmaker is. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij ook voor mijn zonde gestorven is aan het kruis. En dat zonder Hem kan en wil ik niet leven. Hij is de rots waarop ik wil staan. En Hij is God en Jezus en de Heilige Geest zijn degene die ik ook... ja, groot wil maken. Ik zo klein mogelijk, God zo groot. En dat we dat als insteek ook mogen hebben. Ook vanavond, Gods glorie. We willen ten eerste ook Arjan hier hartelijk welkom heten, die ons midden is. Ook een man die zich hard mag inzetten voor Gods Koninkrijk. Hij heeft vele dingen, Stichting Heartcry, Philadelphia, zaterdagschool, zondag nog iets... prachtig. Ik hoop dat het ook een voorbeeld mag zijn voor velen. Net nog een klein ding ook. We hadden net Heer uw licht en uw liefde schijnen waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Ik had dat speciaal opgegeven ook omdat dat mijn lied was. Al van kind af aan, van vroeger af aan. Daar waar God is, zal de duisternis wijken. Zijn liefde, dat gaat overal doorheen. Ik hoop ook samen met jullie dus dat we God mogen grootmaken, dat we lekker mogen zingen, het woord mogen openen. En zoals standaard is, ik zie wat mensen staan, jullie mogen komen gaan zitten, want we willen beginnen ook met het jij daar ding, het hukken en het knuffelen. Je mag ook een hand geven met de volgende vraag. Wat brengt jou, wat brengt u hier bij jij daar? En dan niet de auto, maar wat brengt jou hier? Ik geef jullie even 1 of 2 minuten. Dat is super mooi om te horen. En, hier natuurlijk wat mensen gesproken.
De ene zegt natuurlijk, hè, vrijwilliger, dat is ook een beetje logisch antwoord natuurlijk. Ik ben ook zeer benieuwd naar wat jullie nou hier allemaal gebracht heeft. Nou, ik hoop dat jullie het al met elkaar hebben kunnen delen. We gaan het vanavond over een serieus onderwerp hebben. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar vanavond gaan we het hebben over God's glory, God's heerlijkheid. God's glorie, ja. Dat is het thema vanavond. Ja, wat denk je dan aan bij Gods heerlijkheid? Ja, wat gaat er dan bij je dagen? Welk beeld brengt dat nou? Brengt dat een beeld? Of zeg je nou, nee, wie is God of zo? Of ja, ik weet dat Gods liefde is. Gods heerlijkheid, wat is dat? Of kun je er een beeld van maken? Is het wel iets wat je zomaar even kan afbeelden of helemaal niet? En sterker nog, als je er een beeld van maakt, doen we dan God al niet meteen weer tekort? God die zo groot en heilig is, die een denken heeft dat is niet te vergelijken met iets van wat wij kunnen bedenken. Ja, dus dat wil ik zeggen van, joh, ja, laten we dan maar gewoon daar de Bijbel bij openen. Want we kunnen wel van alles bedenken. En ook gaan ook veel theologische gedachtegangen rond. Hè, maar ik denk dat het belangrijkste dat we mogen zeggen, joh, laten we het woord open. Laten we daar kijken wat God daarover zegt. Want Gods glorie, er zullen ook genoeg mensen zeggen, nou, als ik zo rondkijk in de wereld, waarin is zijn heerlijkheid dan? Die kerkenruzies. Ik zie weinig heerlijkheid. Ik zie alleen maar haat. Ik zie dat mensen voor zichzelf opkomen, vechten, knokken. Mij niet gezien hoor. Nou, ik hoop dat we vanavond door het woord ook daar meer helderheid over mogen geven. En dat we dat dus ook niet met een menselijk verstand, maar gewoon met een Bijbelverstand mogen kunnen bevatten. Voordat we daar verder in gaan, willen we graag zingen: Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Dank u voor uw dood.
Laten we in gebed gaan. Grote en almachtige Vader in de hemel, we prijzen u voor wie u bent. We prijzen u dat u zo'n liefdevolle Vader bent, dat u ons genade schenkt. Dat we hier vanavond mogen zijn, dat we hier vanavond mogen komen. Dat we in uw aanwezigheid mogen zijn, Heer, mogen we dat ook beseffen. Mogen we beseffen hoe heilig u bent. Mogen we op u zien. Mag het zijn, Heer, dat we niet uit eigen verlangen mogen handelen. Maar dat we ook gewoon nu ook in gebed mogen vragen van kom met uw kracht, kom met uw geest, Heer. Geef ons de woorden, geef ons het verstand om ook uw woord te mogen lezen en begrijpen. Heer, we willen ook danken omdat hier vanavond mensen uit Amsterdam zijn. Die een paar dagen in in gastgezinnen zijn. Vanuit de Fruitierschool gaat dat. Wilt u ook hen kennis maken met het christelijk. Of ja, met u. met wie u bent. Met uw heerlijkheid, met uw liefde. Kom met uw geest, Heer. Vul ons hart. En laat ons overstromen, zodat we tot een zegen mogen zijn voor u, voor onze naasten, voor onze familie, voor wie dan ook, Heer. Dat we niet meer stil mogen zijn, Heer, maar dat we alleen maar kunnen praten over wie u bent, omdat u zo groot en heilig bent. Heer, zegen deze avond. We hebben u nodig, in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei het net al, hè, Gods heerlijkheid. Een woord dat je zegt, joh, wel, het zegt me vrij weinig. Of het klinkt als oude taal. Of vroeger werd het vaker gebruikt, maar tegenwoordig veel minder. Nee, maar wat omvat het nou? Het omvat eigenlijk alles wat God tot God maakt. Dat hij is wie hij is. Dat hij dus, wat ik al zei, ver boven ons uitstijgt. En deze uitdrukking wordt door de hele Bijbel heen gewoon gebruikt. Op meerdere plekken. Het zegt ook eigenlijk iets over Gods wezen en over Gods karakter. Dat duidt het aan. En daarom wil ik met jullie beginnen in Exodus al. Exodus 23. Daarin komt Mozes in gesprek met God. En God zegt eigenlijk daar in vers 18, zegt hij, Heer God, toon mij uw heerlijkheid. Dus hij praat gewoon tegen God, dat kon, toon mij uw heerlijkheid. En God die zegt ook, dat wil ik best doen, ik wil mijn heerlijkheid best tonen. Maar ja, even één ding, als je mijn heerlijkheid zult zien, zul je sterven. Zo heerlijk is het. Dus God bedenkt, of die zegt ook, van als ik mijn heerlijkheid toon, dan zal ik je in een kloof, in een berg stoppen. Ik zal die kloof ook afdekken met mijn hand. En dan, als ik voorbij ben gegaan, dan zal ik mijn hand wegdoen en dan zal je mijn rug zien. Dus God die zegt al van, als je mijn heerlijkheid wilt zien, God is zo heilig, dat kunnen wij dus niet hebben. Dan zullen wij dus gewoon doodgaan. Nou, dat sprak Mozes tegen God. En in het hoofdstuk verder, Exodus 34, dat is een dag later ook. Dan verschijnt de Heer dus ook aan Mozes op de berg Sinai. En dan wil ik eigenlijk lezen Exodus 34 vanaf vers 6 tot en met 8. En dat doe ik dan uit de herziene Statenvertaling. En daarin staat, toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, met een hoofdletter, dus God, Heere, Heere, allebei ook met hoofdletters, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. En dan is het belangrijk, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dus het is niet alleen maar en. God zegt ook gewoon en een maar. Hè? Maar we beginnen eerst met wat hij zegt. Dus Heere, Heere, dus hè, de Yahweh, de verbondsgod.
De ik ben die ik ben, de Alfa en de Omega, het begin en het eind. Die spreekt tot Mozes. En hij zegt ook barmhartig, genadig, geduldig en rijke goede tieren. Nou, er zijn misschien heel veel moeilijke woorden voor je. Of misschien helemaal niet. Dan denk je, of, dat weet ik al lang. Ga lekker verder. Maar het houdt heel veel in. En vanavond zal misschien meer daarvan bekend worden. Ik zal het nu niet helemaal gaan uitdiepen. En uiteindelijk dus hij sprak. En er staat ook toen naast de Mozes zich knielde zich de aarde en boog zich neer. Dus God zag, God die sprak en Mozes knielde. Het is, zijn heiligheid is niet te omvatten. En daarna wordt het nog mooier, hè, want je denkt al van wauw, dit is echt heftig. Als God zo heilig is en ik ben zo klein op deze aarde. En nou, je hebt het misschien wel eens gezien, hè, als de aarde helemaal wordt uitgezoomd naar hoe groot het heelal is, dat wij die speldenprik zijn. En ik denk, ja, wie ben ik eigenlijk tegenover God? Wie ben ik om te gaan bepalen wie God moet zijn? Maar er komt er nog mooier, nog vanaf vers 29, daar staat ook. Dus Mozes heeft God ontmoet op de berg Sinai en gaat daar af. En dan komt hij ook terug bij Aaron en de Israëlieten. En dan staat daar ook dus dat zijn gezicht glansde. Zijn gezicht glansde zo erg, dat zelfs Aaron en de Israëlieten, die waren gewoon bevreesd. Die dachten, wow, heftig. Wat is dat? Dus alleen al door met God gesproken te hebben, glinsterde het aangezicht van Mozes. Dus dat was al zo heftig. En daarna dan bedekt hij dus ook elke keer zijn hoofd op het moment dat hij uiteindelijk de mens ontmoet. Maar ja, dat is gewoon, dat is ondenkbaar. Hoe kun je dat bedenken, dat iemands gezicht zo erg glinstert door Gods heerlijkheid? Ik zou bijna denken, joh, is dat jaloersmakend? Zou je dat ook niet willen hebben? Dat je, als je met God gesproken mag hebben, dat je, ja, het, hè, wat ze zeggen, wel eens een lichtje op je rug. Maar dan niet op je rug, maar dan gewoon ook hele gelaat, je hele gezicht gewoon dat mag zijn. Nou, ik denk dat het heerlijk is en een helemaal prachtig ook gewoon, omdat je dan ook Gods heerlijkheid weer mag tonen. Nou, om even daarin even pauze te lassen, gaan we nu ook even zingen uit twee psalmen. Psalm 89, vers 3 en 4. En Psalm 75, vers 5 en 6. And
Ja, heerlijk dat zingen. U alleen, u loven wij. Dat zo mag zijn. Nou, net hadden we Gods heerlijkheid in zijn aanwezigheid. Dus God was daar ook echt. En nu gaan we het hebben over Gods heerlijkheid in een andere aanwezigheid. En daardoor willen we openen Hebreeën 1 vers 3. En daarin staat, het gaat over Christus, de Zoon van God. Dus Hij, Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Nou, dat is al prachtig. Dus hierbij is dus Jezus de afstraling van Gods heerlijkheid. En om dat nog meer kracht bij te zetten, of mogelijk om het misschien wel net wat makkelijker te maken dan dit vers, willen we ook 1 Johannes 4 openen. En dan te lezen vanaf vers 7. Ik zit bij 1 Petrus. Precies. Verkeerd plakketje. Dus Gods liefde drijft tot wederliefde. Dus Gods heerlijkheid dus afgeschenen in Jezus. Daarom geliefde, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Want wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven. Door wie? Door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, of lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Als dat geen wonder meer is, als dat geen afscheiding meer is van Gods heerlijkheid, Hij die zijn eigen Zoon slachtte, of in ieder geval liet kruiseren en opstond voor onze zonden, omdat wij uiteindelijk die zonde begaan en begingen. Het is onbedenkelijk. Zijn heerlijkheid gaat zo ver dat Hij zelfs dat wilde. Ja, ik kan er natuurlijk nog heel veel over zeggen. Maar ik zal niet te veel gras wegnemen voor de voeten van Arjan. Arjan die zal het natuurlijk gaan hebben naar aanleiding van Jesaja 6, 1 vers 1 tot met 8. Maar mogelijk heb je op dit moment wel heel veel vragen al voordat zijn lezing is begonnen. Nou, dan is er een website. Dat is steljevraag.tk. Heel makkelijk. Stel je vraag. En dan zullen we na de pauze enkele, zolang de tijd het rekt. Of zolang we tijd hebben, kunnen we dat gaan doen. Nou, voordat Arjan opgaat, wil ik nog één lied zingen. Opwekking 315. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Thank you.
Het is een voorrecht om vanavond hier te mogen zijn. En ook een voorrecht om vanavond hier een paar Amsterdammers in ons midden te hebben. Waar zitten ze eigenlijk ergens? Even een applausje voor onze Amsterdammers. En welkom in de Bijbelbelt. Dus ik zou straks heel graag met jullie willen spreken. Maar ik denk als jullie die psalmen net hebben gezongen, dan denken jullie misschien wel, we zijn hier honderden jaren terug in de tijd. Ik ga proberen vanavond toch wel een beetje rekening te houden met jullie, om het zo eenvoudig mogelijk te brengen. Maar dat kan al zelfs misschien voor jullie heel ingewikkeld en moeilijk zijn. Maar ik vind het geweldig dat jullie er zijn. En laat het een exposure zijn, een onderdompeling zijn van wat God doet in de Bijbelbelt. En ik hoop dat jullie vanavond hier naartoe zijn gekomen met een open hart. Ik weet niet of jullie geloven dat er iets hogers is, of dat er een God is die ons leven regeert. Maar ik zou zeggen, stel je hart open en laat God met je praten. Ik vind het een voorrecht dat jullie er vanavond hier zijn. En we hopen op een hele gezegende avond. Straks na de pauze, dan wil ik, in mijn boodschap past het niet helemaal, maar na mijn pauze wil ik proberen in 5 minuten... het evangelie uit te leggen, de Bijbel uit te leggen. Zodat jullie, als jullie naar huis gaan, dat jullie wel in ieder geval daar, dan zeg je nou, dat is de boodschap die in de Bijbelbelt geleerd wordt, als het gaat ook over Jezus die gekomen is naar deze wereld. Goed, ik wil met jullie, het was een beetje lastig, het thema. Er was eerst een ander thema gecommuniceerd, maar ik ben uitgekomen bij Jesaja 6... En dat is een gedeelte uit de Bijbel van 2750 jaar geleden. Dus bijna 3000 jaar geleden. We gaan lezen uit Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere, God, zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad, van zijn kleed, vulden de tempel. Serafs, dat zijn engelen, stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermacht. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpin in de tempels schudde door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij. Jesaja ging dus door de grond, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van mensen, een volk dat onrein van lippen is. Mijn ogen hebben namelijk
de koning de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs van de engelen vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad, uw verkeerde dingen van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons heen gaan? En toen zei ik, Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. Tot zover de schriftlezing. Nou, het thema voor vanavond is dus King's Glory. De glorie van de koning. En mijn vraag is, stel nou eens dat God vanavond ons een geestelijke röntgenfoto zou laten zien van de geestelijke toestand van Nederland. Als we nou vanavond eens even uit het heiligdom van God zouden zien hoe het gesteld is met de mensheid in Nederland, wat zouden we dan zien? Nou, ik denk dat wij hetzelfde zouden zien als wat Jesaja bijna 3000 jaar geleden zag toen hij, een röntgenfoto kreeg van de toestand van het volk Israël. Hij kreeg een visioen van de geestelijke toestand van toen. En wat staat er in Jesaja 1 tot en met 5? Juda is rebels. Ze willen hun eigen gang gaan. Jeruzalem wil niets meer van een God weten. Ze hebben de Heere verlaten, God verworpen. Het volk leeft voor zijn dikke ik, voor zichzelf. Ze doen zware ongerechtigheid. Ze zijn van God vervreemd. Ze zijn van hem vandaan gegaan. Ze zijn afvallig en ongehoorzaam geworden. En het aantal dat God wil dienen is heel klein. Er wordt gezegd een nachthutje in de komkommer, of we zouden zeggen een klein hutje op de hei. Het is maar een heel klein aantal wat God werkelijk wil dienen. En dan zegt Jesaja, en dat staat in Jesaja 5, het volk is heel erg bezig met uiterlijke rituelen, maar ze hebben geen persoonlijke relatie met mij. Ze gaan nog wel offers brengen, ze gaan nog wel naar de tempel, maar uiteindelijk hebben ze geen persoonlijke relatie met mij. Nou, als we bedenken, jongelui, dat 300 jaar geleden Nederland het Israël van het Westen werd genoemd, dan betekent dat dat er in ons land een besef van God was en dat het grootste gedeelte van de kinderen die geboren werd, gedoopt werd. Nederland was een gedoopte natie. De Bijbel was in elk gezin. En als we nu zien wat er gaande is in Nederland, dan zien we eigenlijk dat de Bijbel helemaal niet meer centraal staat. In de politiek niet, in de gezinnen niet meer, in de huwelijken niet meer. En we zien wat de gevolgen zijn als wij de Bijbel en de 10 geboden loslaten. Als we leven voor onszelf, als we niet meer geloven dat er een God is die meekijkt, ja, dan zien we nu wat de gevolgen zijn. Mensen zien het leven niet meer zitten. Ze willen een einde aan hun leven maken. In plaats van dat het leven centraal staat, zien we dat heel veel mensen graag doodgaan. En als we zien hoeveel problemen er niet zijn in gezinnen, in huwelijken, hoeveel psychische nood er niet is, dan zou ik vanavond dit willen zeggen. Wij lijken daarin veel op Israël. Door het postmodernisme, door de moderne verlichting zijn we zelf God geworden en geloven we niet meer dat er een God is die boven ons staat en ons leven regeert. Wij zijn eigen baas, baas in eigen buik en baas over ons eigen leven. Maar wat zie je nou in het boek Jesaja? Betekent dat dan dat die God die ons geschapen heeft, die God die Israël een plek heeft gegeven in het Midden-Oosten, hij wilde graag een volk hebben die zijn licht zou verspreiden. Dat volk dat heeft gefaald, Israël heeft gefaald. Maar zien wij dan dat God niks meer met dat volk te maken wil hebben? Nee, God is bewogen met dat volk Israël. En hij roept een man en die man die heet Jesaja, een profeet. Jesaja wordt geroepen om dat volk Israël terug te roepen naar de 10 geboden, naar de heilige wet van God. Jesaja wordt geroepen om het volk te waarschuwen dat God
ja, hoe moet ik het zeggen, met zijn oordeel komt, dat hij het volk gaat straffen als ze niet naar hem luisteren. En tegelijkertijd, te midden van het oordeel, de oordeelsboodschap, moet Jesaja ook een boodschap brengen dat de Messias komt. En het is heel mooi, Jesaja betekent de Heere redt. Er is hoop. Niet alleen voor Israël toen, maar ook voor Nederland nu. Er is hoop, zolang er nog jongeren zijn die verlangen om die God te leren kennen, maar ook die God in woord en daad uit te dragen in deze wereld. Maar het frappant is, Jesaja wordt geroepen naar een volk wat niet op zijn boodschap zit te wachten. Ze vinden het allemaal prima. Blijf van mijn lijf. Er staat er in dit gedeelte, Jesaja 6, dat hij gezonden wordt tot een volk wat doof en blind is en niet open staat voor Gods boodschap. Gods boodschap, de Bijbel, is eigenlijk altijd tegendraads. Het gaat eigenlijk tegen ons in. In ons is er iets wat niet wil buigen voor God en voor de Bijbel, want we willen heel graag autonoom zijn, zelfbeschikkingsrecht hebben, ons eigen leventje bepalen. Maar we beseffen niet dat ook hier na 700, toen hier de zendelingen kwamen, hier in Nederland en hier de evangelieboodschap hebben gebracht, dat vele eeuwen lang onze natie, Nederland, bepaald is geweest door een Bijbel in de grondwet. In alle beslissingen die genomen werden, hebben we altijd rekening gehouden met God en de Bijbel. Maar nu in deze postmoderne tijd geloven we niet meer dat er een God is en dat er een God leeft. En wat is er dan nodig? Nou, een openbaring van God, van zijn heerlijkheid. Hoe kan Jesaja, te midden van het volk wat niet naar hem wil luisteren, hoe kan hij een getuige zijn? Hoe kan hij in die donkere tijd, 3000 jaar geleden, dan een boodschap brengen? Dat kon hij alleen doen, doordat hij een ontmoeting met God kreeg. Jesaja krijgt een ontmoeting met God en hij ziet drie dingen. Hij krijgt een visioen, een openbaring van boven, van de glorie van de koning. Hij krijgt een openbaring van binnen, wie die zelf is, zijn hart. En hij krijgt een openbaring van buiten, namelijk van een natie die van God los is. Jesaja kreeg een ontmoeting met God. Hij kreeg een visioen van boven, van binnen en van buiten. En de Bijbel is eigenlijk een liefdesbrief van God in de hemel, waar allemaal getuigenis in staan van mensen die een ontmoeting hadden met God. Vanavond hebben we iets gehoord van Wilco over Mozes. Johannes had een ontmoeting met God op Patmos. Paulus had een ontmoeting op de weg naar Damascus. Allemaal hadden ze een ontmoeting met de heerlijkheid van God. De vraag vanavond is, heb jij wel eens een ontmoeting met God gehad? God wil zich bekendmaken door middel van de Bijbel, door middel van zijn Heilige Geest. Het kan zomaar zijn dat je nog nooit een ontmoeting met God hebt gehad en dat vanavond ineens voor het eerst dat je iets van het bovennatuurlijke ervaart. Dat je iets van zijn glorie en van zijn heerlijkheid zal zien. Dat is mijn gebed geweest. Heb jij wel eens een ontmoeting met God gehad? Wie hij is. Wie hij op dit moment is. De levende God die jou geschapen heeft. Heb hij wel eens iets laten zien van wat er in je hart huist? Dat egocentrische, dat egoïstische, ikgerichte leven waarin je eigenlijk, waarin je hele leventje om jezelf draait. Raakt je dat er zoveel mensen in ons land van God los zijn en de koers kwijt zijn en misschien wel veel, ja, met veel verdriet en teleurstelling door het leven gaan? Raakt dat jou? Dat mensen gewoon kapot en stuk zijn. Zoals vorige week, die man van 55. 'S Morgens werden ze wakker bij ons in Sliedrecht, waar ik woon. En hij had zijn eigen opgehangen aan het balkon van de flat. Daar hing die. Hij zag het leven niet meer zitten.
dat raakt ons toch wel, jongelui. Dat raakt ons toch wel. We zijn toch wel bewogen met het feit dat er zoveel gebrokenheid en verdriet is. Ik zou vanavond dit willen zeggen. Het komt omdat wij van God los zijn en dat we niet meer geloven in een wetgever die boven ons staat en die ons leven, ons leven zin wil geven, die ons geschapen heeft met een doel, dat we hem zouden eren, dat we met elkaar op hem gericht zijn. We hebben nodig dat wij weer een visie van boven krijgen, dat wij Gods glorie zien. Nou, wat ziet Jesaja? Jesaja ziet de Heere op zijn troon. Johannes 12, vers 41 zegt, het is Jezus Christus die zit op zijn troon. Op een hoge en verheven troon. Het gaat dus over een hemelse koning. Die in eer en glorie gezeten is. Hij is de rechter van hemel en aarde. En wij allemaal moeten eenmaal voor hem rekenschap afleggen. In die hemelse rechtszaal als wij hem zullen ontmoeten. Dat geloven wij toch op grond van de Bijbel. Dat er een God is die ons geschapen heeft. Maar wij zullen ook eenmaal voor die troon staan om tegen hem te vertellen hoe we dit leven hebben doorgebracht. Of wij voor hem hebben geleefd, of voor ons dikke ik hebben geleefd, of wij werkelijk tot onze bestemming zijn gekomen. De zoon van zijn mantel, die vulde de tempel. Het is de zoon van een mantel. Nou ja, wat is de zoon? Dat is maar een klein gedeelte van die mantel. Dus we zien daar de Heer Jezus zitten in eer en heerlijkheid op de troon. Nacht en dag, 24 uur op een dag, 7 dagen per week, is daar de zoon van God die zit aan de rechterhand van de Vader. Die daar gezeten is in eer en heerlijkheid. En engelen die zweven daar rondom de troon. Engelen die vliegen daar rondom de troon en met hun twee vleugels bedekken ze hun aangezicht vanwege het ontzag en de eerbied voor de majesteit en de heiligheid van God. Met twee vleugels vliegen zij. God hoeft ze maar een opdracht te geven en ze gaan hun taak vervullen en met twee vleugels bedekken ze hun voeten. Dat wil zeggen, ze gaan niet hun eigen weg, maar ze zijn alleen bereid om te doen wat God van hun vraagt. En er staat geschreven dat deze heilige dienende geesten voortdurend uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat betekent heilig? Heilig betekent God kan geen relatie hebben met zonde. Voor onze Amsterdammers, wat is zonde? Dat hoor je misschien wel, ja, het is zonde. Wat is zonde in Bijbels perspectief? Zonde is dat wij onafhankelijk van God leven. Dat is zonde. Dat wij onafhankelijk van God leven. Gaat iets fout? Oké. Dat wij ons dikke ik nastreven zonder er rekening mee te houden dat er iemand is die een plan met ons heeft en die wil dat wij leven volgens het woord dat hij ons gegeven heeft. Zonde betekent eigenlijk je doel mis. Nou, God is heilig en kan met zonde geen gemeenschap hebben. Kijk, als we het hebben over zonde, dan kunnen we het hebben over overspel, we kunnen het hebben over stelen, we kunnen het hebben over liegen en bedriegen. Dat is allemaal zonde wat voor God niet kan bestaan. Maar de allerbelangrijkste zonde is dat wij ten diepste hem buiten ons levenshuis houden en onze eigen weg verder gaan zonder hem. Jesaja wordt daarmee geconfronteerd met die heiligheid van God. Hij ziet een koning in de hemel die regeert. Hij zegt, nu hebben mijn ogen de Heere van de heerlijkheid gezien. Te midden van een wereld waarin we leven, waarin heel veel gebeurt, te midden van een wereld waarin, hoe moet ik het zeggen, verdriet is, waarin heel veel onzekerheid is, geloven wij als christenen dat er een God in de hemel is die alles in zijn handen heeft. Nou, met dat Jesaja die heerlijkheid en die grootheid en die heiligheid van God ziet, wordt hij geconfronteerd met zijn eigen zonde. Hij roept uit, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man van onreine lippen.
Hij werd geconfronteerd met zonde in zijn leven. Jesaja, die werd zich bewust van het feit dat er in zijn leven dingen waren die voor die heilige God niet konden bestaan. Maar met dat hij dat ziet en het uitroept, wee mij, want ik verga, geeft die koning, die heren, geeft de engel een opdracht om een gloeiende kool te nemen en met de tang van het altaar zijn mond aan te raken. En tegelijkertijd zegt die seraf, zo zijn uw zonden geweken en uw zonden verzoend. Wij geloven als christenen dat 2000 jaar geleden op Golgotha het kruis heeft gestaan, waarin onze heiland, de Heer Jezus Christus, zijn leven voor ons heeft gegeven in onze plaats, terwijl wij schuldig waren. Laat ik het zo zeggen. Als wij geloven dat wij de 10 geboden hebben overtreden, dan zijn we schuldig. Dan kunnen we eigenlijk voor die heilige God niet staan. En in het evangelie, in het christendom geloven we dat God in zijn genade besloten heeft, is een amazing grace, besloten heeft om zijn zoon Jezus naar deze aarde te zenden, om hem te laten sterven aan het kruis, om plaatsvervangend de zondeschuld van de wereld op zich te nemen, zodat wij, als wij hem vertrouwen, onze zonde belijden, dat wij weer recht tegenover deze heilige God kunnen staan. Jesaja zag zijn eigen zondigheid. Ik weet niet of hij geroddeld heeft. Er wordt hier gesproken over onreine lippen. Misschien heeft hij anderen verdacht gemaakt. Misschien had hij verkeerde motieven om te spreken. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel dat wat uit onze mond komt is iets wat voortkomt uit het hart. Uit het hart van de mensen komt voort kwade overdenkingen, laster, moord, overspel, onreine gedachten. Het hart van de mens. Dat wordt veranderd als wij Jezus toelaten in ons leven. En als wij de Heer Jezus ruimte geven om door zijn Heilige Geest dat te veranderen in ons leven. Dus wat zien wij hier? Niet alleen de heiligheid van God, maar ook Gods amazing grace, Gods wonderlijke genade om zonde te willen verzoenen. En te willen reinigen. Dus God laat zonde zien in ons leven, niet om ons op onszelf terug te werpen, maar zodat wij het belijden en uiteindelijk vergeving ontvangen. En dat we uiteindelijk ook voor hem mogen leven. Dat wij leven vanuit die genade. Nou, daar zegt op een gegeven ogenblik die engel, of daar zegt de Heer, de stem van de Heer, die zegt, wie zal ik zenden? Jesaja ziet zijn eigen zonde, hij ziet de zonde van het volk. En dan zegt hij, wie gaat die boodschap van de heiligheid van God en wie gaat de boodschap van Gods genade verkondigen aan het volk Israël? Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons uitgaan? En toen zei Jesaja, zie hier ben ik, zend mij. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee gaan afsluiten. Wat heeft Nederland nodig? Nederland heeft jongeren nodig die een visie krijgen van boven, van de heiligheid van God. Die een visie krijgen van wat zonde zijn in hun leven en wat genade betekent. Maar die ook een visie krijgen van buiten, van de wereld om ons heen, die zonder God los is en zonder God verder leeft. Hoe komt het dat zoveel mensen in Nederland zonder God verder leven? Is dat omdat God geen mensen wil redden? Nee, natuurlijk wel. Wil God die mensen uiteindelijk niet het evangelie verkondigen? Jazeker. Maar God heeft niet de mensen die hij kan en wil gebruiken. Hij heeft niet de mensen die hij kan gebruiken. Veel christenen die leven voor zichzelf, net als het volk Israël. Ze houden zich bezig met hun eigen pleziertjes. Mag je daar geen plezier hebben? Natuurlijk wel. Maar niet zonder God. Met God plezier in deze wereld. Niet alleen maar voor jezelf bezig zijn, maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we een taak en een roeping hebben in deze wereld om anderen te zegenen, om die blijde boodschap uit te dragen. En vanavond is mijn vraag, ben jij daarvoor beschikbaar? Jesaja zegt,
Zie, hier ben ik, zend mij. Hoeveel mensen in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht, in de grote steden. Hoeveel mensen in Limburg en in andere gedeelten van Nederland. Die hebben nog nooit van die evangelieboodschap gehoord. Als wij werkelijk, jongelui, geloven dat de Bijbel bestaat. En dat er een levende God is. Die zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Dan kunnen wij toch niet werkeloos blijven. Dan moeten wij toch in passie en extase raken voor deze koning. En dan verlangen wij er toch naar om straks in de pauze met onze Amsterdammers hierover te praten. En te vertellen wat die boodschap in ons leven heeft gedaan. Soms denk ik wel eens, waar is de passie van de Bijbelbelt? Wat is opwekking? Opwekking is dat wij met elkaar weer een bewustheid krijgen dat er een levende God is die in heerlijkheid gezeten is op zijn troon. En opwekking betekent dat wij weer een brandend hart voor Jezus hebben om deze boodschap uit te dragen. Mijn vraag vanavond is, wil jij door God gebruikt worden? Wil jij kracht ontvangen om van die boodschap te getuigen? Dan mag je wel bidden, Heere, wilt u een openbaring geven van uw heerlijkheid? Wilt u een openbaring geven van uw heiligheid? Maar als God dat doet, dan kan God jou ook heel in het bijzonder apart nemen, dat hij met jou gaat praten ook over wat er in jouw hart is, wat nog niet Jezus is. Dan gaat hij apart nemen, dan gaat hij laten zien, misschien dat je onreine lippen hebt, dat je ook inderdaad zonde hebt in je leven. En als dat moet verdwijnen uit je leven, wil je kracht ontvangen, dan moet je ook bereid zijn om open te staan dat hij jou verandert naar het evenbeeld van zijn zoon. Jesaja zegt, zie, hier ben ik. Nou, de vraag is, geef jij je vanavond over? God vraagt vanavond geen geschiktheid. Jesaja was ongeschikt. Jesaja had ook heel veel dingen nog in zijn leven die misschien niet op de rit waren. Hij had onreine lippen en ik weet niet wat er nog meer was. Maar hij stelt zich beschikbaar. Ben jij bereid om je vanavond ter beschikking te stellen? Misschien wel om gewoon te beginnen hier, ben jij daar om vrijwilliger te worden? Ben jij bereid om deze boodschap uit te dragen? Nederland heeft jongeren nodig die zeggen, zie, hier ben ik. Heere God, zend mij. Amen. We gaan met elkaar zingen het bekende lied van John Newton, Amazing Grace. Voor degenen die dat lied niet kennen, John Newton was een slavenhandelaar, een verschrikkelijke, barbaarse slavenhandelaar, die mensen de dood heeft ingejaagd door zijn galeien een plek te geven. En op een gegeven ogenblik heeft hij een ontmoeting met de glorie van de koning, met de heerlijkheid van God. God grijpt hem in zijn hart als de Bijbel opengaat. En dan leert hij wat werkelijk genade is. En dan zegt hij, to save the wretch like me. Dus Gods wonderlijke genade die mij, ellendige zondaar, heeft gered. Ik die mensen heb gedood voor eigen gewin. Ik beleid dat Jezus ook voor mijn zonde gestorven is en zijn leven is echt compleet veranderd. And
Je hebt nog geen geluid. Doet je het? Hallo. Hallo. Ik wel. Oké. Okay. Jij wou mijn grap niet gaan maken, toch? Nee, ik wil zeggen, mensen die vrijwillig willen worden, hier zo gaan staan. En mensen die met Amsterdammers willen praten, aan die kant gaan staan. Want, nee, grapje. En waar gaan ze staan dan? En dan kun je dus aanmelden ja, daarvoor. Waar gaan ze daar of daar nee, staan? Nee, weet ik niet. Grapje. Nee. We zoeken wel vrijwilligers. Arjan, bedankt voor je beginnende oproep. En we hebben wat leuke foto's op het scherm. Dus als je part wil zijn van ons team, dan staan allemaal leuke dingen te wachten zo dadelijk. De zaal is bijvoorbeeld opgebouwd door ons. Als we het niet gedaan hadden, zaten jullie allemaal zeg maar, om tafels heen zo in kringetjes. Heel vreemd. Of bij elkaar op schoot. Ja, en was er geen licht, zag je mij niet staan. Hoorde je mij ook niet, want er was geen geluid. Nee. Er gaan best wel veel vrijwilligers zeg maar, weg. Die zijn getrouwd, ook heel leuk. En we hebben eigenlijk echt nieuwe vrijwilligers nodig. Ik zal niet zeggen, ik kan de avond niet meer doorgaan. Maar het is wel heel krap soms met mensen. Dus wil je je aanmelden? Graag. Doe het dan bij mij, Rutger of Liesbeth. En niet met z'n allen dus nou naar die Amsterdamse mensen toe gaan, want dat vind ik echt super zielig. Maar gewoon 2 of 3 is prima natuurlijk. Ja, hoeveel heb je ongeveer nodig? Liesbeth, hoeveel hebben we ongeveer nodig? Ik denk ongeveer 5 of 6. Dus als we ongeveer 10 mensen aanmelden, dan houden we over 3 maanden nog 6 over, zoiets. Want het is best wel zwaar werk, het is niet heel makkelijk of zo, maar wel leuk, wel leuk. Gewoon 5 gastheren of zo? Zo. Ja, jij bent ook vrijwilliger trouwens. Hoe ben je vrijwilliger geworden, Wilco? We zoeken geen gast hier. Maak je niet druk. Je hoeft niet op het podium. Je mag gewoon achter het schermen. En als je wel het podium wil, zoals mij of Wilco, moet je dat gewoon vragen. Precies. Dan lassen we dat gewoon in. Toch? Ja. Ja, top. Dat was het voor mij. Mooi, dankjewel. Ja, nogmaals Arjan, hartelijk bedankt. Ja, dikke ikke. Dat sprak me aan. Maar het is wel zo. Het is een hele harde waarheid en werkelijkheid. Zelfs in de christelijke kerk, of zelfs onder de gelovigen, die gaan zeggen, ja, ik geloof wel. Maar ja, eerst financieel even perfect hebben. Of wat voor reden ook. Ik vond het heel mooi. En er zijn nog veel meer vragen, veel meer dingen die ik kan benoemen. En God kan geen relatie of God kan geen relatie hebben met de zonde. Maar we doen toch elke dag zonde. En we zijn toch als mensen geneigd tot het kwaad. Hoe dan? Hoe gaan we dat doen dan? Hoe gaan we dan die relatie met God hebben? En ja, natuurlijk is al genoeg benoemd. Maar ik denk dat jullie nog ook wel vele vragen zullen hebben. En ik denk van ja, makkelijk praten. In de Bijbel kregen ze visioenen. En iedereen zag God, sprak met God. En nou, tegenwoordig is dat even heel anders. Want ik zit gewoon op mijn kantoorbaan achter een beeldscherm. Daar komt echt niet ineens een pop-up of zo hoor. Van, hey, hallo, hier ben ik. Nee, dat is gewoon niet. Nou, ik denk dat jullie al vele vragen hebben. Stel ze allemaal. Ik wil wat paar mededelingen met jullie delen. De zingen namelijk 10 mei met Hemelvaart. Ik weet niet of het met Hemelvaartsdag is of op. Goed, in ieder geval 10 mei. Hier in Apeldoorn. De Victorkerk, Christian Verwoerd zal ook onze zanger zijn. Nou, hij speelt prachtig natuurlijk. Er werd al gezegd, nieuwe vrijwilligers, meld je alsjeblieft aan. We hebben er vele, maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken. En helemaal, ik weet niet hoeveel jongeren hier zitten, maar het zijn een paar honderd, denk ik, zoiets. Die moeten allemaal bediend worden. Nou, voordat we de pauze, of nee, dan komt nog de collecte natuurlijk. Net zo belangrijk natuurlijk, drinken, alles is gratis, deze ja, topartiesten, allemaal gratis. Maar toch, we hebben het nodig. Dus ik zou zeggen, joh, alsjeblieft doneer wat, heb je wat van je financiële zekerheid, laat het los. Hè. Vanavond is misschien wel die stap. We hebben het nodig. De collecte zal rondgaan, tijdens de collecte gaan we nog even blijven zitten. Tegelijkertijd spelen we wel 2 liederen, namelijk Opwekking 789. Lopen op het water en nog Mighty to Save, zeer bekend. En daarna zal de pauze ingaan en loopt het water? Ja. Zei ik het verkeerd? Ja, nee, kan goed. Mooi. Nee, en dus 9:30 dan weer terug na de pauze. Alvast een fijne pauze en geen groeten. Open water, the ocean.
Iedereen, veel plezier, neem pauze. We doen hem 10 minuten lang, dus 10 over half terugkomen. Ik zal het wel aangeven. En heel belangrijk, luisterend oor als je bij de ingang binnenkomt. Links. Veel plezier met pauze.